oorlog in Oekraïne zorgt in ons land voor boosheid, zorgen en veel angst onder jonge mensen. Zo laat recent onderzoek van UNICEF zien dat de helft van de Nederlandse tieners zich zorgen maakt over of er in Nederland ook oorlog zal ontstaan. In ons land hebben we nooit gedacht dat we dit nog een keer mee zouden maken. Het normale gevoel van veiligheid in dit land kan hierdoor bij jongeren wankel zijn. De oorlog dringt namelijk letterlijk hun slaapkamer binnen door alles wat er online te zien is via social media op hun telefoon. Dat de jonge mens dus behoefte heeft aan een docent of een pedagoog om ze te gidsen in hoe ze daarmee om kunnen gaan, denk aan welke zorgen logisch en realistisch zijn en welke zorgen gebaseerd zijn op niet-reële angsten, dat spreekt voor zich. Praten over deze angst en zorgen is niet iets wat we veel op school doen. Jonge mensen zijn dat niet gewend. En een deel van deze jonge mensen praat hier zelfs helemaal niet over. Want thuis zijn ze het ook niet gewend. Reden te meer om daar dus wel aan te ontwikkelen. En wij kunnen hierbij helpen. Binnen deze methode leveren we achtergrondkennis. Een korte kennisexplainer waarin we alle noodzakelijke kennis rond de geschiedenis van Oekraïne en Rusland delen, plus de reden van deze oorlog. Belevingskennis, het verhaal van Oekraïnse jongeren die hier nu in Nederland studeren en met ons delen wat deze oorlog met hen en hun familie doet. Kennis van gespreksvoering. Een expert op het gebied van het voeren van een moeilijke dialoog gaat voordoen hoe dit gesprek in de klas gevoerd kan worden. Alles om ervoor te zorgen dat je als docent in staat bent om ook in dit moeilijke gesprek je pedagogische rol op te pakken en jongeren te helpen in hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze methode is mede mogelijk gemaakt door het VEFonds, Mees Consulting en de Bijschool.